Erasmus Nieuwtjes. Is Europa op de goede weg of moet het radicaal de andere kant uit? 400 miljoen Europeanen mogen erover beslissen. Donderdag waren de Europese verkiezingen. Zondag komt de uitslag. D66 benadrukt het positieve van Europa. En van de VVD mag het allemaal wel wat minder. Deze verkiezingen gaan niet over Brussel. Deze verkiezingen gaan over Nederland. En toch, de afgelopen 5 jaar stemden de twee bijna altijd exact hetzelfde. Voelt u zich een echte Europeaan? Ja. En waarom voelt u zich een echte Europeaan? Omdat we al ontzettend lang geen oorlog hebben en omdat we dat voor elkaar hebben gekregen door met elkaar samen te werken en te overleggen. En daarom denk ik dat het zo, ondanks de crisis, toch goed gaat in Europa. We zijn in de Tweede Kamer gewend om zo naar partijen te kijken, van links naar rechts. Maar in het Europees Parlement is veel minder duidelijk waar de partijen staan. Voel jij je een Europeaan? Nee, natuurlijk niet. Nee, je bent geen Belg. Voel jij je een echte Europeaan? Ja. Ja, ja. Het WK komt er bijna aan. In Brazilië zijn ze hard bezig met de voorbereidingen. Volgens jou winnen op het WK? Op het WK? Nederland? Brazilië. Nederland? Nederland natuurlijk. Ik hoop Nederland. Nederland natuurlijk. Omdat we echt het beste team ooit hebben en niemand kan tegen ons op. Duitsers. Wie denk je dat gaat winnen op het WK? Nou, definitief niet Nederland. We zijn niet goed genoeg. Spanje. Nederland! Wie denk je dat gaat winnen op het WK? Janssen. Wie? In Amerika is de Google Glass uitgekomen. Het is een bril met de scherpte in je rechterhoek. Wat vind jij van de Google Glass? Nou, ik vind het wel cool dat je gewoon een soort bril hebt waar je spelletjes mee kan doen. Het staat niet echt. Ik vind het wel een cool ding. Want je hoeft nu niet zo vaak naar de computer als je het gewoon op je gezicht hebt. Het is veel handiger. Hoe ging je examen? Ja, mijn examens zijn heel goed gegaan. Ik heb het allemaal nagekeken op de LAX en gewoon allemaal rond 7, dus prima. Hoe gingen je examens? Anders dan ik had verwacht, maar het ging wel oké. Wat was de moeilijkste tot nu toe? De moeilijkste die ik heb gehad komt waarschijnlijk zo, want ik heb natuurkunde zo meteen. Dus. Maandag, dinsdag en woensdag zijn er herkansingen voor de rekentoetsen. 29 mei is hemelvaart, dan zijn we allemaal vrij. 30 mei moeten we gewoon weer naar school. Hoi, we zijn hier vanmiddag in de examenzaal, nog helemaal leeg. Alleen vanaf 1:30 is het weer helemaal gevuld en gaan we met de volgende vakken weer verder. Dit is altijd een hele spannende tijd en een drukke tijd. Alles moet natuurlijk netjes opgeborgen worden naar de eerste correcte, naar de tweede correcte, zodat we straks op de dag van de uitslag de goede scores hebben met de goede cijfers. Hoe gingen je examens? Ja, best goed. En welk was tot nu toe het moeilijkst? Ik denk Nederlands, dat viel best wel tegen. Hoe gingen je examens tot nu toe? Tot nu toe gingen ze wel goed. Ik denk dat ik gewoon ga slagen, hoop ik dan. Wat was de moeilijkste? Ik denk dat de moeilijkste deze was, aardrijkskunde. 4. 5 en 6 juni is er weer de Kasteneel. Vergeet geen kaartjes te kopen voor zoiets ongeregeld. Ik ben nu klaar. Ik heb zomervakantie.